Lisse Achilles. Op gras dus in eigen huis. Lisse hier met een paas van achteruit van aanvoerder van Boksel. Dan komt de bal bij Hagadi terecht. En Hagadi heeft de eerste mogelijkheid. Dat is al snel in de wedstrijd. Goede redding ook van doelman Desny Rooijdijk van het jeugdige, noodgedwongen jeugdige Achilles 29. Van Boksel hier na ruim een half uur spelen. Paas naar de linkerkant en dan ontstaat er een alleraardigste situatie. Want Valk krijgt hier de bal terug en hij raakt het totaal verkeerd. Maar toch eigenlijk ook wel weer bijzonder goed. Want hij komt terecht bij Martin van Ewijk. En die zorgt ervoor dat na ruim een half uur spelen Lisse verdiend op voorsprong komt. Ja, het is op gras, maar het is ook wel wat hobbelig. Dus moet je af en toe rekenen op een meevallertje. En dat kon Lisse hier doen. Krijgt hier nog een meevaller. Want de jonge verdediger Patrick Prasper van Achilles 29 gaat in de fout. En dan weet Bert Komen daarvan te profiteren. Dan is het nog maar een paar seconden te spelen voor rust. De voorsprong voor Lisse verdubbeld. En het harde werk voor Achilles 29 vergeefs geweest. Ja, zo gaat dat. Als je zoveel spelers moet missen. Achilles... Je ziet de achterstand nog groter worden, want na rust is het Boyd Stevens die de voorzet van Ewijk binnenkomt. Dan is het 3-0. Het was natuurlijk al gedaan voor de jonge mannen van Frans Derks, die sinds kort ook de hoofdtrainer is bij Achilles. Daar is alles mogelijk, behalve spelers betalen. Doet Achilles dan helemaal niks? Jawel, het krijgt ook nog wel een mogelijkheid. Dat is een mooie kans voor Bart Schiks. Nou ja, niet echt een grote, maar... De redding is voor doelman Brian van der Werf. Lisse wint, dik verdiend en vrij gemakkelijk met 3-0 van Achilles 29.